Ik ben zo blij dat jij het bent. Zo iemand kom je zelden tegen. Jij maakt het beste in me vrij. De allermooiste, dat ben jij. Ik ben zo blij dat jij het bent. Meneer de Pater, wat zijn de berichten vanuit de veiligheidsregio Midden-Nederland? Nu Nederland rood kleurt en Gelderland zelfs donkerrood. Ja, dat is hartstikke zorgelijk natuurlijk. Ja. Op dit moment komt die veiligheidsregio bijeen en die vergaderen elke vrijdagmorgen. Vaak zitten we daar natuurlijk ook bij aan tafel. Straks open ik mijn computer en dan komen de berichten wel deze kant op in het verslag. En dan zie je ook dat ze enerzijds zich zorgen maken wegens die explosieve stijging van de afgelopen week. Maar wat je ook ziet is dat die cijfers redelijk stabiliseren de laatste dagen. Dus er zullen twee gedachten zijn, maar die ernstige zorg is er nog steeds. En zeker als je kijkt naar die leeftijdscategorieën, ook die iets oudere Nederlander is inmiddels wat vaker besmet. En dat is wel zorgelijk, ja. En wordt er ook gedacht aan extra maatregelen? Jazeker. De beste maatregel die je kan nemen is natuurlijk ook vaccinatiegraad opschroeven. Die is in Gelderland ook iets te laag. Hè. Dat zal misschien nog verband houden met de donkerrode kleur. We gaan met informatiebussen gaan we door de regio. Met vaccinatiebussen gaan we door de regio. We proberen aan alle kanten de vaccinaties natuurlijk op te schroeven. Hè. Zoveel mogelijk mensen uit te leggen. Hè. Dat het als je al twijfelt, een zinvolle stap is om dat te doen. Zorgen over toerisme? Nou, wat je wel heel veel ziet is dat die campingwereld erg goed ingespeeld is op het coronavirus. Je kunt daar vrij veilig recreëren. Ze hebben de gezamenlijke activiteiten zeer goed onder controle. Je ziet dat heel veel Nederlanders en buitenlanders er ook gebruik van maken. Dat zien we natuurlijk hartstikke graag, dat mensen alsnog op vakantie kunnen. Er komen heel veel vragen bij de GGD ook binnen over reizen. Kan ik veilig reizen? Dat zie je heel sterk, een verhoogde interesse. Ja, en het is wel lastig hè, dat scoutinggroepen en alle andere activiteiten ja, toch een klein beetje vergunningsplichtig moeten opereren, of in ieder geval goed moeten opletten. En dat gebeurt ook. Heeft de gemeente Ede een standpunt met betrekking tot de beperkende toegangsmogelijkheden voor mensen die niet gevaccineerd zijn? Dat is een lastig politiek debat daarover zal wellicht ook losbarsten, maar dat gaat in de goede volgorde. Dat moet in Den Haag eerst plaatsvinden. En dan kijken wij wel wat dat soort effect heeft op het publieke debat in Ede. Wat zijn de berichten vanuit het ziekenhuis op dit moment? Van het ziekenhuis kregen we ook zojuist ook een statement binnen dat ze wel op dit moment de coronapatiënten goede zorg kunnen bieden en de bestaande zorg ook. Dat gaat goed naast elkaar, maar het moet niet te gek worden. Dat is de boodschap die ze ons meegeven. Zorg gewoon dat de reguliere zorg niet in de verdrukking komt. Dat is hun boodschap. En zoals het nu gaat, gaat dat ook goed. En ook zij roepen op tot een hogere vaccinatiegraad. Fijn, dank u wel. Mijn naam is Tom Lamers, kok van het Koetshuis in Bennekom. Vandaag ga ik samen gezellig koken met meneer Peter de Pater. Ik denk, wat zullen we vandaag eens maken? Nou, ik denk, als Peter komt gaan we een mooie triem van konijn maken. Ik heb hier een mooi konijn, een mooi Frans konijntje. Die is echt speciaal voor ons deze kant op gehaald. En dat is eigenlijk de basis van het konijn. Ik heb wel een klein dingetje een beetje voorbereid, omdat een triem dat moet toch even onder druk een nacht. Dus ja, daar komen we, anders moet je de hele nacht hier staan. Wat we wel doen is, we maken een duxel, dat noemen we een duxel, een soort tapenade van champignons. En als je dan misschien alvast wil beginnen om te snijden. De tussenstand is 4 champignons, 4 champignons, 0 verwondingen. Als u wil dan even dat shallotje even een fijn stuk snijden. Ongeveer eenzelfde grootte als... Wat is een shallot? Dat is dit uitje, een bananenshallotje noemen we het. En gaat het voor de smaak of voor de vorm? Voor de smaak. In principe doen wij alles voor de smaak en vorm is bijzaak hier. Ja? Ja. De smaak staat op 1. Nou, dit gebruiken wij weer voor de jus eigenlijk. Oké. Je hebt de lekkerste delen eraf gesneden. Ja, dit zijn de voorlopers, de voorbouwtjes, de achterbouwtjes. Ja, nogmaals, als je dit nou van een rij hebt, ja, dan is het precies hetzelfde, alleen 10 keer zo lang. Hoe snij je nou een shallot? Nou, eigenlijk is het heel simpel, dat vergeet je nooit meer. Nee. Kontje eraf? Ja. Staart eraf. Kopje eraf. Dan doe ik altijd een heel klein inkepentje maken. Ja. Dan kun je hem zo... Dat scheelt een jas. Dan kun je zo het jasje eraf halen. En dit werkt ook met uien heel goed zo. Ik word er wel emotioneel van. Nou, we hebben hier het filet van de konijn. Nou, voor ons doet de slager, draait hij een vars van. Een soort gehakt. We hebben de afspraak dat ze een deel filet gebruiken. Een deel vetspek en één deel konijnenlevertjes. Dat draaien ze door de gehaktmolen heen. Dat maken wij nog op smaak. Dit noemen wij vars. Oké. Dus echt een soort gehakt. Een vars? Een vars noemen we dit. Oké. Ja, je mag deze zo een vier snijden. En dan ongeveer zo batonetjes van maken. In 4 partjes? 8 wordt het dit. Ja, ik kan er wel eerst even eentje voor doen dat u daarna eentje doet. Nee, dat wel. Denk ik. Ja. Denk ik. So far so good. Dit is straks de basis van onze salade. Ja, zo ja. Een pan zetten we op het vuur. Een klein beetje olie erin, laten we goed heet worden. Pakken we de shallotten in aan. En dan draaien we dit fijn in de blender. Tussentijd moeten we even een paar spinazieblaadjes blancheren. Ik heb dat net heel zorgvuldig zitten snijden. Ja. En dan gooi je alles in de blender. En nu gooi je alles in de blender. Blancheren, hè? Dat is als hij even bij hem raak doet zeer, zeg maar. Ja, dit is nu al gaar. Dit moet ik ook niet langer doen, dan verliest hij zijn bite en zijn kleur. En dan koel je hem in één keer af, hè? Ja, in ijswater. Dit gaan wij straks om die rol van paddenstoelen doen. Dan krijg je een mooi interieurtje in de partij. Dus dit is een klein beetje afgekoeld. Ja. En dit draaien we nou fijn in de blender. Dan leggen we de rolletje erop. En dan vouwen we hem heel voorzichtig dubbel. Oké. Een beetje aanrollen. Dan heb ik hier een Franse patévorm. Dit is het leukste eigenlijk van alles. De vache, die de slager voor ons gemalen heeft, die spuiten we erin zo. Dan doen we onze rol, die doen we precies in het midden. Dit is een mooi gerechtje met kerst dit, hè? Dit kun je prima aan je schoonouders voorzetten. Ja hoor, dat durf ik wel aan. Doe hem één keer, dat die gelijkmatig erin zit. Dus morgenochtend dan gaan we hem opeten? Nou, ik heb al eentje voorbereid. En je zei er niks gegeten hebt. Deze gaan we een uur garen op 90 graden stoom. Ja. In de stoomoven? In de stoomoven. Kijk eens wat we hier hebben. Nou, het is 4 juni. Ja. Het is donderdag. Mooi zo. Nou, kijk, dit wordt dan die paté. Ja. En dit is eigenlijk wat we net gemaakt hebben met de groene eromheen. En nou komt eigenlijk het allerleukste van het hele gerechtje. We gaan hem opbouwen en opeten. Nou, pak het mooiste bord. Centreren. Dan hebben we hier onze groentetjes die we voorbereid hebben. En een crème van pistachenootjes. Pistachenootjes goed gaar koken. En dan ook in de blender met een klein beetje zout. Voilà. Nou, dan bouwen wij hem helemaal vol met mooie sla. Daarin verdelen we de Hollandse asperges die we net gesneden hebben. Ja. Het is natuurlijk nu nog een mooie asperge tijd. Exact even lang. De rolletjes. Hier bleekselderij. Heel fijn gesneden. En op zoet-zuur gelegd. De radijsjes. Nou ja, ik en Peter hebben een mooie paté van konijn gemaakt. Wat lekkere frisse groentjes tussen. Wat gekarameliseerde pistachepitjes. En een crème van pistache. En nu gaan we ervan genieten, denk ik, Peter. Ja, ik ben benieuwd. Bon appétit. Dankjewel. Dan ben ik benieuwd. Nou. Wat een feest. Top. Heerlijk. Ik ben Piet Kroon. Ik houd oude Nederlandse hondenrassen. Ik ben daar buitengewoon in geïnteresseerd. Ik schrijf ook artikelen. En ik vind dat we dat oud-levende cultuur goed in stand moeten houden. Wij hielden thuis altijd al wel kippen en konijnen en geitjes. Maar toen ik hier die tentoonstelling bezocht, toen zag ik dieren. Daar ging mijn hart van openstaan. Ik ben jarenlang voorzitter van de Edese pluimveevereniging geweest, met veel plezier. Wat is die vreugde die je eraan kunt ontlenen? Dat geen dag hetzelfde is. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je omgaat met kinderen. Zo is het ook met het omgaan met dieren. Het is altijd anders en verrassend. En als je dus oud-Nederlandse rassen houdt, zoals ik dan die Brabanters, dan is het een uitdaging om te proberen ze in stand te houden. Dat is het belangrijkste al, want er zijn er zo ontzettend weinig dat dat al een hele klus is. En waarom Brabanders hier? Omdat daar zo'n prachtig historisch verhaal aan zit. In onze Gouden Eeuw werden dit soort dieren En dat kun je terugvinden op oude schilderijen, gehouden door de elite van onze samenleving. Daar kon men dan laten zien dat men iets had wat een ander niet heeft. Ik zei al, hij is er niet mee eens, geloof ik. Deze kippen, hij is ontzettend blij met al die aandacht. Deze kippen stammen af van mensen die ze hielden om hun status te verhogen. Dat is nu totaal niet meer aan de orde. Ik zou het echt heel jammer vinden als dit zou verdwijnen. Waarom? Kijk, er zijn wel schilderijen in allerlei musea, ik heb ze gezien. Daar staan deze kippen op. Dus je kunt ze wel op een schilderij zien, maar in werkelijkheid bestaan ze dan niet meer. Omdat wij er geen aandacht aan geschonken hebben. Dat zou ik heel erg betreuren. Hoeveel komt hier in teelt? Ja, dat is echt een probleem. Ja, dat doen we door af en toe te zien of je een dier ziet van een ander ras waarmee je aan de gang kunt. Daar moeten dan wel voldoende overeenkomsten zijn. En zo loopt hier een zwarte uilenbaard. En die hen, daarvan hoop je dat je de kuikens van krijgt. En dat geeft dan weer een nieuwe impuls aan het feit dat je niet te veel inteelt moet hebben. Nu fokten ze zelf ook, dat is dus van ei tot volwassenheid. Ja, dat klopt. Ik heb zelf in de kelder een broedmachine staan. Er zitten nu zelfs bevruchten en eieren in waarbij je het kuiken al ziet. Dat is op zich ook al een hobby op zich. Ik heb gisteravond nog gekeken en dan zag ik echt in het ei. Dan is het donker. Als je er een lamp op zet, dan is een ei die onbevrucht is. Na 14 dagen ongeveer, die is helemaal doorzichtig. Dat lijkt wel een lampje. Maar als er een kuiken in groeit na 14 dagen of iets meer, dan zie je dat hij helemaal donker blijft. Wat vinden uw buren ervan overigens, met al dat gekakel? Nou, ze kakelen dus al meer dan 40 jaar. En ik heb nog nooit één klacht gehad van iemand uit deze hele buurt. En de voormalige bakker Onink, die hier gewoond heeft ook, die woont er nu niet meer. Die was zelfs bijzonder geïnteresseerd en die had er echt belangstelling voor. Als er iemand is onder de kijkers die daarin geïnteresseerd zou zijn, en ik bedoel niet alleen dit, maar ook allerlei andere Nederlandse rassen, of buitenlandse rassen, of konijnen, of sierduiven, dan zijn wij zeker belangstellend en dan zijn we zeker geïnteresseerd om die mensen verder te helpen.